Goedemorgen deze keer. Daar moet ik nog even aan wennen. Meestal, als ik een live doe, is het altijd avond. Maar deze keer is het dus morgen. Een beetje koffietijd. Misschien al geweest, maar voor mij nog een live met een bakje koffie erbij. En deze live is een live uitzending na een Creative Crew. Goedemorgen Paula. Ja, het wordt jouw kaart, hè? Creative Crew, dat is iets nieuws waarbij we creaties van het team in een pakketvorm maken. En de uitleg via een live uitzending gaan doen. Dus deze keer, de eerste aftrap is eigenlijk een kaart van Paula Kunz. Die had een hele mooie, ja, we noemen het maar een sneeuwballenkaart. Althans, zo heb ik het maar genoemd. Dat was deze kaart met de sneeuwballen. En ze heeft daar een paperpad van Studio Light bij gebruikt. Er zit vellum op met een tekst wat in de paperpad zit. Een extra pocket van een lijn van Studio Light, waar ook nog weer kaartjes in zitten met vellum erop. En created by Paula, dus Paula's kaart vandaag. En die ga ik uitleggen hoe je die kan maken. Ik heb ook een eigen voorbeeld gemaakt, een beetje in roze tintjes. Zodat je kan zien wat er nog meer mogelijk is met de paperpads van Studio Light. Die zal ik eerst even laten zien. En dan ga ik een keuze maken waar ik mee aan de slag ga. Het zijn er 6 paperpads van 14,8 bij 21 centimeter. En er zit een vellum sheet in. En er zitten 3 elementen sheets in. En 36 velletjes designpapier in 8 patroontjes. Ik zal hem even zo snel een beetje doorbladeren, want Janine heeft ze al eens in een live laten zien. In een product live. Nou, dit is dus het vellum. Nou, hier zit hij er 2 keer in en er staat 1 keer op. Maar hier zit hij er 2 keer in. Nou, gaan we zo kijken of dat bij die andere ook is. Dan wat knipvellen. 3 van ieders. Wat vierkante platen. En dan de designs. Nou, die zijn natuurlijk altijd mooi. En ook daarvan ieder soort weer 3. Dit is de PPSL 151. Dat is een beetje met bruin tintjes. Dan 1, 2 vellen. Ja. Hier zit dus ook 2 vellen. Hoe heet het? 2 keer de vellum in. En er staat hier voorop 1 vellum sheet. Dus, nou, dat is dan ergens een foutje, denk ik. Ook weer de knipplaatjes. Nou, her en der is er natuurlijk al iets uit. Blauw tintjes met bruin. Ook weer een hele mooie. Wat, ja, ijzigs. Lijken wel ijsblokjes. Ja. Ijsberen. En bevroren ruiten of zoiets. Nou, dat is dus een blauw met bruin. Dan is er een groen met bruin. En hier zitten 3 vellen. Even kijken hoor. Ja, ook weer 2 vellen. Vellum in. De plaatjes erbij. Dat is trouwens ook een hele mooie. Moet ik even kijken, want deze heeft Paula volgens mij gebruikt. Houtstructuur. Ja. Dit is de paperpad van Paula's kaart, als ik het goed heb. En dat is de 153. De PPSL 153. Ze staan allemaal in de link.
Van Facebook Live van vanmorgen. Nou, dit is dan die rozige die ik gebruikt heb. Ook weer leuke vellumteksten. Allemaal plaatjes. Designpapiertjes. Sterretjes. Roze randjes. Roos. Nou, noem maar op. Nou, zoals je ziet ligt die dus al uit elkaar. Dan hebben we nog de... Dat was de 154. Dit is de 156. Dat is een beetje een goudachtig met zwart en wit. Ook een hele mooie. Ja, ze zijn allemaal leuk hè, Paula. Zwart-wit is dan ook wel heel gaaf met dat goud erbij. Nou, ook weer een hele mooie. En als laatste heb ik nog de 155. Dat is een beetje de traditionele kerst met wat rood en groen. Houtstructuurtje, groene achtergrondjes, wat groene boompjes. Rood, groen, rood en groen. Groen. Nou, die zijn het. Dus daar gaan we mee aan de slag. En als ik het goed heb, was deze dus van Paula's voorbeeld. Dat is deze. Dat was de PPSL 153. En ik ga aan de slag met de onderste. Niet kiezen, gewoon pakken. Dat is de PPSL 151. Dat zijn dus de... Ja, bruin, hout, goud. Nou, we zullen zien wat het wordt. Laten we eens beginnen. Ik pak even mijn snijmachine en de mal. Want ze heeft de mal van Dutch Doobadoo gebruikt. De 74713 en dan de 740. Ja. Nou, die zijn... Meestal 15 centimeter. Dus ik ga mijn kraftpapier, mijn basis, ook al even afsnijden op 15 centimeter. Dan hoef ik dat niet meer te knippen. Waar gekocht? Sabine, je zit in een Facebook Live van Hobby Vision. Dus daar is het ook gekocht. Daar is het te koop. Moet ik even kijken. De balletjes moeten aan de bovenkant. We gaan door tot aan die kant. Dus ik ga het zo opleggen. Je kan natuurlijk de balletjes ook aan de onderkant doen. Is maar net wat je leuk vindt. Maar ik ga ze aan de bovenkant doen. Ik leg hem even vast op mijn vazen magnetische mat. En dan neem ik weer een heel zacht potlood. En dan ga ik alleen de buitenkant omtrekken. Oh, hij ligt er niet helemaal op. Dat is niet zo slim. Zo. Alleen de buitenkant met een zacht potlood. Omdat dat je dan niet zoveel druk hoeft te zetten. Een zacht potlood die geeft al heel veel kleur af zonder dat je echt gaat duwen. En dan gaan we één rillijn overslaan. Dit patroontje was eigenlijk voor een boekje bedoeld. Ik zal hem even zo zetten, dan glimt hij iets minder. De basis hoeft geen cirkels, maar wel een rillijn. En die rillijn is de tweede van de linkerkant. Dat wordt de rillijn. De volgende lijnen die zijn voor het designpapier. Maar die zijn nu ook nog niet nodig. Dan gaan we deze even uitknippen. En dit is alleen de basis. En hoop dat ik het net zo doe als dat het Paula gemaakt heeft. Iedereen heeft natuurlijk wel weer zijn eigen
Ja, zijn eigen werkwijze, zeg maar. Maar ik denk dat hij ongeveer dus zo gemaakt is. Uiteindelijk wordt hij wel precies hetzelfde. Dus ergens zullen we wel hetzelfde doen. Ik moet nog steeds zeggen dat ik het wel vreemd vind zo op een morgen een live te doen. Het is nog licht buiten. Of de eerste van de rechterkant is maar hoe je hem neerlegt. Ja, dat, ja, het is maar hoe je hem neerlegt, inderdaad. Dan hebben we de rillijn. Die gaan we even rillen. Zo. En dan hebben we de basis. Nou, dit is de basis. Oh, ik zie dat ik daar niet helemaal netjes geknipt heb. Foei. Kan hier. Zo. Op de basis komt designpapier. Maar het designpapier heeft ook wel weer die openingen om die balletjes in te doen. Er zijn dus één keer designpapier nodig wat door die balletjes schijnt, laat ik het zo maar even zeggen. En we zijn designpapier nodig wat je dus echt aan de bovenkant ziet. Nou, dan komt het stukje keuzestress, hè. Oh, deze vind ik wel leuk. En wat doen we er dan achter? Een beetje een lichte, denk ik. Deze. Deze ga ik erachter doen. En deze ga ik ervoor doen. Of net andersom. Oeh, even kijken. Nee, deze komt aan de achterkant. Dus deze, die er nu op komt, die mag nog een keer zonder openingen. Nou, de gaatjes, die hadden we aan de bovenkant. Dat moet natuurlijk ons designpapier ook. De goede boogjes aan de bovenkant. Nou, ik leg het designpapier dan alvast op de kaart. En dan leg ik de mouw erop zoals ik hem heb. En dan trek ik de basis eronder weg. En dan weet ik zeker, die kant moet het zijn voor mijn designpapier. Even kijken, wat had ik nou met een... Ja, dan ga ik aan deze kant. Ik schuif hem door tot aan die rillijn. Die rillijn waar we dus de vouw van hebben gemaakt. En dan doe ik een heel klein stukje terug. Want het designpapier is altijd iets kleiner. Oh nee, wacht even. Ik ben sorry. Deze mag een heel eind terug. Omdat die dus onder de basis komt. Ik zal het zo laten zien. Dan wordt het wel duidelijk wat ik bedoel onder de basis. Maar dit wordt nog een designpapiertje zonder gaatjes. En die komt alleen onder de balletjes. Dus die hoeft ook niet zo heel netjes. Die kunnen we zo een beetje uitknippen. Want die wordt toch weer verstopt. Dan moet hier ook een randje af. Even zien, waar is mijn basis? Hier zo. Die komt hier. Dus die hoeft niet zo heel netjes. Want daar komt nu een mooie bovenop met openingen. En daar had ik deze voor gekozen. En dan wil ik hem over... Ja, toch gewoon recht. Die wordt dus een klein beetje korter als de basis. Dus ik schuif hem. Ik zal hem even dichterbij laten zien zo. Oepsakee. Kijk, ik heb hem iets over die... Of ja, iets verder terug, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb de mal iets verder geschoven dan dat het papier lang is. Want dit was de rillijn van de basiskaart.
Maar designpapier is iets kleiner, dus ik heb hem ietsjes teruggeschoven. Dan hoef je daar niks te knippen of te snijden. En dan ga je tekenen, het designpapier verder, door die kleine gleufjes. Nou, mijn potloodpunt is bijna op, zie ik. Dus ik leg hem even neer, dat gaat iets beter. Gaan we door die gleufjes de tekening maken voor het designpapier. Nou, de volgende keer even mijn punt slijpen. Dan maken we die openingen hier wel in. Dus ik teken nu wel die cirkels. Je kan, dan kan je toch ook alleen... Ja, dat kan ook. Maar ik kijk daar verder niet zo naar het gewicht. Ik plak er gewoon postjes op wat erop moet. Maar dat kan inderdaad. Je kan het zo minimalistisch maken als je wil. Nou, deze knippen we uit. Ja, je kan natuurlijk alleen cirkels plakken onder de openingen straks, zodat je dus minder gewicht aan je kaart maakt. Dat kan. Maar goed, we maken zoveel kaarten die best wel prijzig zijn. En dan denk ik, ja, 1 of 2 postzegels doet het dan ook niet meer. Maar goed, dat is mijn gedachte. Maar het kan inderdaad, zoals je hem zo licht mogelijk wil maken, dan vervang je deze. Die vervang je dus door een paar cirkels die hier weer onder passen. Ja, dat kan ook. Nou, de cirkels, die gaan we er wel even uithalen. Want daar komen dan die balletjes in. En als je cirkels knipt, dan vind ik het zelf altijd handig om alvast te beginnen met een rondje te knippen. Ik zal het bij de tweede even duidelijker laten zien. Dus je maakt een gaatje in een cirkel. Dan begin je alvast in het rond te knippen. Dan krijg je al wat ruimte met je schaar. En dan kun je netjes over de lijntjes gaan knippen. En je kan natuurlijk ook met een cirkel snijden of met een pons, wat je maar wil. Maar ik ben wel van de knip. Dus een gaatje prikken. Vast een beetje gaan draaien. En dan begin je netjes te knippen over de lijntjes. Kleine knipjes. Ondertussen je papier draaien. Dan komt het helemaal goed. Ja. Nou, dat is dat. Even kijken of ik mijn... Oh ja, ik heb ook nog koffie. Oude koffie inmiddels, denk ik. Even zien waar mijn bruine inkt is. Ik ga nou eens een keer een beetje bruine inkt langs de randjes doen. In plaats van altijd mijn witte... Gesso. Een vraag niet raar, maar hoe kan je zien wat een rillijn is? Bedoel je dan van een Dutch Doe Bedoel, maar wat daar een rillijn van is? Want die mallen... als je zo de basis hebt, is de buitenkant altijd... De basis en de binnenkant, die tussenlijntjes moet ik dan zeggen, wat hier tussen die openingen, dit is voor het designpapier. Dus daar kan je het een beetje aan zien. Heel vaak liggen er 3 lijntjes naast elkaar. En dan is het middelste lijntje de rillijn en de 2 andere lijntjes zijn voor het designpapier. Nou, ik ga mijn onderkaart opplakken.
Dat kan dus ook kleiner als je dat liever doet. En dan komt deze daar bovenop. Een beetje om de cirkels heen. Zo. Ja, de koude koffie, thee, dat is wat hier wel vaker gebeurt inderdaad. Het ergste is als ik aan het, schilderen ben, wat ik bijna zeggen, met het waterverf, dan wil ik ook nog wel eens mijn penseel in de thee duwen. Dat gebeurt me dan ook nog wel eens. Nou, even kijken. Waar zijn mijn balletjes? Hier zijn de balletjes. Die balletjes die hebben, die zitten in een zakje. Daar zitten er 2, 4, 9, 10 in. Ik heb er 3 gebruikt en ik heb er nu nog, ja, zitten er 10 in. Er zitten 3 balletjes op elkaar. Ik denk, oh, hoe kan dat nou? De balletjes. En in die gaatjes, nee, ik drink het dan gelukkig niet meer per ongeluk op, Karin. Even kijken, ik ga uit die plaatjes, uit die knipvellen, zeg maar, ga ik nog hele kleine plaatjes knippen. En die plak ik in de openingen van die sneeuwbolletjes. Even kijken, ik denk dat die er, oh, die past er net in. Leuk peperkoekje van een, ja, hoe noem je zo, een rendier. Ja, en dit hoeft natuurlijk niet met een kerst. Je kan hier natuurlijk ook leuk glitters of iets dergelijks in doen voor een kinderkaart. Of ander schutmateriaal. Maar Paula had hem in een mooie kerst gemaakt. Dus we gaan lekker door. In de kerst. Past hij er nou wel of niet in? Nou, hij moet maar iets van zijn poot missen hoor. Er komt toch een balletje bovenop. Ik wil dat rendier er gewoon in. Dus dan maar een stukje poot minder. Zo. Even kijken wat we nog meer hebben. Peperkoekjes. En het stond er op de andere plaatjes. Even zien. Nou, ik ga gewoon door met de peperkoekjes. De plaatjes hebben allemaal al een wit randje. Dus mocht je dat mooi vinden, dan kan je daar dus overheen knippen. Dat is maar net wat je zelf mooi vindt. Ik hou wel van een wit randje om de plaatjes. Nou. Gaat die goed, Paula? Het is natuurlijk jouw creatie waar ik hier een beetje naar zit te maken. Ja, je kan op de rondjes ook foto's plakken, dat je er een albumpje van maakt, kan ook nog. Er zijn heel veel mogelijkheden. Nou. De koekjes, die gaan we lekker verstoppen in de balletjes. Dan gauw even mijn koffie. Ondertussen pak ik vast het zakje sneeuw. De sneeuw is een zakje van Marianne Design. Nou, ik vind het wel eng hoor, Paula, want straks doe ik het fout.
Nou, even het volgende. Het zijn natuurlijk balletjes van plastic. Op zich zijn die soms best wel statisch. Daar heb ik een trucje voor. Die ga ik er even bij pakken. Want je kan ze een beetje antistatisch maken met wat wasverzachter. Je pakt dan gewoon een doekje. En een beetje wasverzachter. Het ruikt ook meteen lekker. En dan ga je even door die balletjes. Zo, en dan gaan we met een droog doekje weer napoetsen, zodat het wel droog is. Want anders blijft je sneeuw er nog allemaal in zitten. Dus dat is even een tipje voor plastic balletjes. Nou komt het leuke, want dan moet die sneeuw in die balletjes. Ik heb daar zo'n leuke Scooby voor. Die zijn al heel oud, zijn van die, volgens mij zijn ze van Joycraft. Een Scooby. Doe ik een Scooby vol sneeuw in een balletje. Wat een leuke tekst, hè? En dan ga ik dat randje ga ik voorzien van lijm. Nou, Paula heeft er zelfs nog mooie strikjes door. Maar dat ga ik ietsjes anders doen straks. Nou, dan kan ik natuurlijk niet dat balletje zo omkwakken en op die kaart plakken. Dus ik ga de kaart schuin houden. Ik zet de zijkant van het balletje in het gaatje. In de cirkel. En dan draai ik hem om. Dat is bal 1. Nou, dat herhalen we nog even. Met de andere balletjes. Oh, ik heb nou het verkeerde. Nee, toch niet. Ik heb wel de goede. Maakt niet uit. Scoopie. En dan een lijm op het randje. Ik bedenk me nou in elk geval nog wel weer meer leuke dingen om hiermee te doen. Goh, kom ik later op terug. In het randje. En dan zet je hem erop. Geen knutseltip, maar ik poets hier aan zee mijn ruiten met wasverzacht. Ja, als je aan zee woont, dan is dat wel een hele goeie, denk ik. Dan glijdt al het zeezand er denk ik ook makkelijker af. Ja, ik heb helaas geen vaatwasser. Ik ben een van de weinigen denk ik die geen vaatwasser heeft. Dus ik heb ook geen glansspoelmiddel. Maar goed, een beetje wasverzachten gaat bij mij prima. Voor dit dan, hè? Niet voor mijn vaat. Maar. Nou, en balletje 3. Nou, mooi. Met het puntje naar boven. En zo heb ik sneeuwballetjes. Even de sneeuw weer weg. Kan dat niet met de sneeuw die je met kerst koopt? Is dit speciale sneeuw? Nee hoor, dit is gewoon. Dat heeft Marianne Design vorig jaar. Van die schutballen sneeuw. Nee. Het is. Het kan met alle sneeuw. Alleen met de echte sneeuw zou ik het niet doen. Maar verder kan je allerlei sneeuw wel. Alle sneeuw wel gebruiken. Nou, ik had dit natuurlijk ook als laatste kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. Dit is in elk geval klaar. Tenminste, de basis is klaar. We gaan een stapje verder. Want aan de achterkant zit ook nog mooi designpapier. En aan de binnenkant komt nog een leuk mapje. De balletjes zitten aan de bovenkant. Ja, ik check altijd even dat ik de mal goed heb. Hè? Dus ik leg hem er even op. Dit designpapier komt aan de binnenkant. Dus ik ga hem zo tekenen. Ik leg hem weer even vast. Want dat vind ik toch wel handy. En dan moeten we weer
iets verder terug van die rillijn. Zo. Oh jongens, die magneten zijn zo sterk. Even kijken dat ik het netjes erop leg. Zo, en mijn potlood is alweer goedzie. Nou, neem een andere. Deze die hoeft dus ook geen openingen. Dit is de binnenkant. Oh, moet ik wel door de sleufjes tekenen, want dit is het designpapier. Ik was er al buiten langs aan het tekenen, maar dat is niet de bedoeling. We moeten designpapiermaat hebben, dus dat is door die sleufjes. Nou, dan moet ik deze ook iets kleiner. Ja, inderdaad, Christa. Met de hand afwassen hou je wel alles bij. En ik vind het ook wel fijn. Je wast het af en je pakt het meteen weer in de kast. Althans, zo doen wij dat. En dan is meteen alles weg. Want ik ben bang als wij een vaatwasser hebben, dat hier zoiets is van wie pakt dat ding weer leeg. En nu, we doen altijd samen de afwas. En degene die afdroogt, die smaakt het ook meteen weer in de kast. Dus ja, tot nu toe is dat hier al 25 jaar goed gegaan. Maar het kan best zijn als ik ooit een vaatwasser heb, dat ik zeg van, oh, had ik hem maar veel eerder gehad. Ja, geen idee. Maar goed, zo heeft ieder zijn ding. Nou, nu zijn papiertje aan de binnenkant. En dan zijn we er nog één nodig aan de rechterkant. Dus even weer checken. Zo is de mal. En wat gaan we daarvoor kiezen? Ja, ik ga voor een lichtere. Dan kan ik zo weer wat donkers erop plakken. Even kijken hoor. We hebben hem gerild vanaf de tweede. Ja. Dus deze blijft zijn maat houden. Ik wil hem er zo op. Dus ik draai hem zo om. Ik kan hem meteen bovenaan goed leggen. Dan hoef ik daar al niet meer te knippen. Ja, inderdaad. Nou ja, we smakken het niet in de kast. We zijn toevallig hebben gisteren ons servies een beetje geteld. Hoeveel we eigenlijk in die jaren al kwijt waren. Maar ik zeg, volgens mij wordt de stapel met borden iets minder. En ik zeg, nou dat klopt helemaal niet. Ik had er nog maar 8 van de 12. En ik kon me niet herinneren dat we borden kapot gegooid hadden. Maar wat was het nou? Ik breng mijn moeder 's avonds altijd eten. En die had ze mooi in haar eigen kast gezet. Dus ik kom bij. Ik zeg, goh, heb jij toevallig borden van mij nog hier staan? Oh ja, zegt ze, die heb ik hier in de kast gezet. Ik zeg, oh, kijk. Nou, toen had ik ze nog niet allemaal. Dus het blijkt dat wij in, hoe lang wonen wij hier? 27, 28 jaar. Hebben wij 4 borden kapot gegooid. Nou, vind ik toch wel kunstig. Dus ik heb er inderdaad een paar minder als waar we mee begonnen zijn. Maar dat kan ook, ja. 'S Avonds de vaatwasser aan en dan 's morgens, dat kan ook.
Nou, zo heeft iedereen zijn eigen dingetje, hè, om de vaat te doen. Dat is wel grappig om te lezen. Ik moet even opletten of ik het nog goed doe. Ja. Ja, dat magneetbord is echt een super handig ding. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Zo. Nou, het wordt al steeds meer een kaart. Ik vind het zo leuk met die schutballen. Nou, ik heb er ook genoeg sneeuw in, zie ik. Je doet er al heel snel te veel in, hè? Ja, Christa, ken jij dat ook? Dat je bakjes en spul kwijt bent en dat je denkt van... Oh, laat ik daar eens even kijken. Even gezien, want we hebben nu de binnenkant bekleed. Hier komt nog die pocket in. Nou, die gaan we even stansen. Jongen, daar heb ik nog helemaal niet zoveel gebruikt en ik heb al een bende. Even kijken, dat naar die kant. Even de bestandsmachine aanslingeren. En dan gaan we die pocket erin doen. En dat, nou, dan alles er maar af. Dat is de pocket van Essential Studio Light, de stencil SL318. Dat is een hele leuke pocket. Die heeft een sneeuwsterren voorkant. Dan had ik een helft van mijn scrap. Oh ja, ik had nog een helft van mijn kraftpapier. En ik ga daar alle delen. Nee, niet alle delen. Deze ga ik van designpapier doen. Ik ga daar ook meteen de label uit stansen. Dus één doen. Dus ik ga even mijn stansmachine aanslingeren. Dus we gaan even lawaai maken. En deze die gaan we nog uit designpapier doen. Er ook uit. Ik zal even dat bord eronder weg doen, hè, want dat glimt allemaal zo. Ja. Iets minder bling-bling in beeld. Nou, de pocket die gaan we vouwen op de rillijnen. Daar is mijn vouwbeen. Hier zo. Dan het onderkantje naar binnen. En het zijkantje naar binnen. Of wat je wil. Je kan hem zo in elkaar plakken dat je dit naar binnen vouwt. Die kleine dingetjes naar binnen. En dan... plak je de pocket dicht. Je kan ook zeggen van ik schuif de pocket dicht en plak dit er overheen. Dat is maar net wat je zelf handig vindt. Ik vind alleen als je er wat inschuift en je hebt dit aan de binnenkant, dan haakt het daar nog wel eens op vast. Maar ja, op zich is dat niet zo heel, niet zo'n hele grote ramp. Even kijken. Ik ga hem wel zo plakken dat ik hem eerst dichtvouw. En deze randen erop plak, zeg maar. Dan heb je nooit last dat er iets inschuift. Dus dit randje en het hele kleine flapje, dat plakken we er overheen. En als ik er nou een tag in zet, dan kan die dus mooi helemaal naar beneden schuiven. Ja, die pocketmallen zijn in heel veel soorten. Even kijken op de site bij Essentials van Studio Light. Je kan heel makkelijk zoeken bij merken, Studio Light. En dan in een van die hokjes staat wel Essentials.
Nou, de label, die moet natuurlijk nog een leuk designpapiertje. Dus even kijken wat we daarvoor gaan kiezen. Want ik heb nou een lichte achterkant. Even zien, die met zo'n... Ik heb een... Oh, hier, deze. Die vind ik wel leuk. Daar zitten wat nootjes op. Even kijken, dan ga ik dit deel denk ik gebruiken. Ik zal dat even met het draaidingetje doen. Dat gaat sneller als met de hele machine. Zo. Plaatje erop, papiertje erop. Even draaien. Zo. En dan heb je een hele mooie tag die precies op elkaar past. Handig van het stansjeswerk. Dat past al mooi op elkaar. Nou. Hier ook een beetje bruine inkt langs. Zo. Nou, die schuiven we in de pocket. Die komt dan daar straks. Dan pak ik een stukje ribbelkarton. En dan gaan we eens even kijken. De voorkant. We scheuren hem schuin af. Van onder naar boven, want dan krijg je dus mooi die... Ja, moet ik zeggen, dat onderste laagje van het papier ook te zien. Ik doe hem aan drie kanten. Eén kant laat ik glad. Laat ik het zo maar even noemen. Die plakken we voorop. Zo. Aan de binnenkant zit ook een stukje ribbelkarton, als ik het zo bekeken heb. Ja. Hier zo. Dan gaan we de ribbels eens over zo doen. Ook wel leuk. Ja, die pockets zijn leuk, hè? En ook heel erg leuk om eventueel aan cadeautjes te hangen onder een kerstboom. Niet dat we dit jaar nou zoveel visite krijgen die al die cadeautjes open kan maken. Maar goed. We moeten het maar even doen zoals het is. Ja, ik zit net te lezen van... Dat die deksels en zo verdwijnen. Nou, dat ken ik inderdaad ook. En het grote verhaal hoe en waar ze dan gebleven zijn, is mij ook een raadsel. Nou, de basis zit erop. Dan aan de linkerkant zit een mooie tekst van vellum. Eens even kijken wat hierin zit. Wat we erop gaan plakken. Ja. Even kijken, want ja, ik heb hier allemaal wat kleinere. Even kijken. Dit vind ik wel leuk. En het past precies.
Even kijken. Christmas, pure white snow, pure white snow. Nou, dat kan wel bij elkaar, toch? Om die mooi op te plakken, is het handigste, vind ik, om de hele achterkant te voorzien van lijm. Welke lijm? Ik vind zelf deze van Dutch Doobadoo heel geschikt. Want die droogt mooi transparant op. En wat ik dan doe, is ik zet hem vol met lijm. En dan veeg ik het uit. Nou, dit kan je natuurlijk met je vingers doen. Je kan het natuurlijk ook met een doekje doen of iets dergelijks. Als die maar mooi verdeeld vol zit met lijm. Dan plak je hem op. En als het droog is, zie je van die lijm niks weer terug. Oh, moet wel recht plakken, hè. Ja, nog een beetje extra zie ik. En nog ietsjes. Er is ook Nuvo lijm. Die is er ook geschikt voor. Wat ik zo ken. En ik weet niet waar Paula het mee gelijmd heeft. Want daar zie je ook eigenlijk niks meer van wat eronder zit. Dus ja, je kan dit ook rustig met de snijmachine snijden, hoor. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Nou, dan hebben we nog leuke kunstwerkjes. Leuke plaatjes. Die gaan we er nog even leuk bij plakken. Ja, ik heb het al eens verteld. Deze schaartjes voor linkshandigen. Om het lijmspray. Ja, dat kan ook nog. Kijk, er zijn diverse mogelijkheden om het vellum op te plakken. Ik heb het al eens verteld van deze schaartjes. Als je fan bent van witte streepjes, witte lijntjes om je plaatjes en je bent linkshandig, dan kan je dat heel mooi met dit schaartje. Dat is het precision schaartje van Crafters Companion. Het kan ook met andere schaartjes volgens mij, maar deze weet ik zeker. Hoe kan ik dat uitleggen? Ik heb een plaatje. Nou, dat is mijn plaatje. Heel mooi vierkantje. Dan leg je de schaar met het mes op of langs de buitenkant van je plaatje. Als ik nou ga knippen, dan houdt hij de breedte van je mes, van het schaartje, blijft hij dus van het plaatje af. Dus dan heb je altijd een mooi wit randje. Maar dat geldt alleen voor linkshandigen. Laat ik dat nou zijn. Dus je kan heel mooi een wit randje knippen door het mes, de bovenkant van je schaartje, langs het randje van je plaatje te leggen. Dan te knippen. Ik zie mezelf niet meer. Ben ik wel eens in beeld nog? Even spieken, hoor. Ja, we zijn er nog. Dat ik niet overal uit beeld zit te werken. Langs het randje leggen. Kijk, en dan kan je een heel mooi wit randje langs je kaart. Ben je nou rechtshandig? Volgens mij werkt het dan niet. Want dan zit je mes aan de onderkant. Dus het is lekker alleen voor linkshandigen. Hebben wij ook eens een keer wat. Nou, even kijken. De plaatjes. Ik had nog andere erbij, wat grotere. Ik zag nog iets van een boom. Ja. Een mooie houten boom. Nou, deze hebben al witte randjes, dus ik kan nou gewoon langs het witte randje knippen. Mooie kerstbomen van gestapelde houtblokken. Nou, misschien een idee voor dit jaar. Kan je daarna de kachel ermee aanmaken. Dus we hebben geen kerstboom, maar we nemen gewoon een stapel hout.
Ja, mocht je nou rechtshandig zijn, dan kan je altijd proberen om linkshandig te gaan knippen. Succes zou ik zeggen, want ik zou absoluut niet rechtshandig kunnen knippen. Dat vind ik altijd heel kunstig hoe jullie dat doen. Ik dacht eerst, ze zijn daar een blok hout vergeten aan de zijkant, maar dat is natuurlijk een bolletje sneeuw. Dat moet ik er wel bij knippen. Bij knippen, ja, afknippen. Wij ook, als rechtshandige moet je met de klok meeknippen. Ja, dat kan. Maar is dat te doen dan? Even zien. Dan ben je rechts en dan moet je dus tegen de klok, of met de klok mee. Ja, dan zou het kunnen als je dat kan. Dus als linkshandige zou ik dan. Ja, dat moet te doen zijn. Gewoon proberen. Ik vind het zelf in elk geval wel heel handig dat je dan zo'n mooi wit randje krijgt. Mocht je daarvan houden. En ik hou er wel van. Het is net of dan de plaatjes wat meer uitkomen, hè? Nou, een beetje puzzelen met de plaatjes. En dan deze zo nog. Eens even kijken. Ik ga de boom. Die plak ik er zo op. Nee, rechtshandig knippen ziet er goed uit, Christa. Dat was ongelukkig. Oh. Even zien, ik pak even mijn gluedotjes er weer bij. Vind ik altijd wel handig. Dan komt hij iets hoger op. En dat ga ik ook doen met deze. Wat ik ook nog wel leuk ga vinden, denk ik. Even kijken of ik erbij kan. Een beetje sisal eronder. Ik hou daarvan. Ik slinger even mijn lijmpistool aan. Ik vind dat altijd wel heel erg leuk. Kijk, en omdat ik dus overal maar een klein beetje lijm achter doe, dus zo'n dotje, kan je dus overal nog lekker wat achterproppen, hè? Ik hou daarvan. Zo, die kan daar nog achter en onder. En dan doen we er zo een dot lijm achter. Komt helemaal goed. Even de binnenkant kijken. Even zien, wat hadden we nog meer in de aanbieding? Oh, deze is ook wel leuk, mooi. Fotootje van een lantaarntje. Oh, die is te groot. Nou, dan gaat hij naar deze kant. Plekken we daaronder. Een beetje bruine randjes eraan. Nou, een plaatje aan deze kant. Dus ik moet niet meer zo'n grote uitkiezen. Deze vind ik ook wel heel erg leuk. Even zo eruit knippen, dan heb ik iets minder papier in de hand. Oh, je wilt niet weten hoeveel zooi als ik hier nou al om me heen heb. Maak je eigenlijk één kaartje. Wat een bende kun je er dan van maken, hè? En morgenavond ben ik weer live. Ik ga dan iets doen met de D-line stempels. De D-line stempels zijn stempels van onze collega De Duif. Die hebben hele mooie stempels uitgebracht en die verkopen wij bij Hobby Vision ook. En daar ga ik morgenavond wat mee laten zien. En vanmiddag is Janine er nog weer. Die laat
Ja, ik weet niet of jullie het willen zien, maar die laat heel veel mooie nieuwe spullen zien vanmiddag. Het is kijken op eigen risico, zou ik zeggen. Het is echt weer heel veel moois. Nou ja, er is maar weinig volgens mij wat wij niet mooi vinden, hè? Karin, ja, er zitten om deze plaatjes zitten al witte randjes omheen. Dus deze die is heel makkelijk eigenlijk. Daar hoef je zelf geen wit randje voor uit te knippen. Nou, ik plak deze ook weer op met de lijmdotjes. Ik vind het leuk omdat het dan een beetje hoger op komt te liggen. En ik kan er eventueel, als ik dat bedenk, nog wat achter plakken. Ja. Jongen, jongen, gaan jullie eens even aan de kant. Sorry. Puintuin. Even zien. Ik zie hier nog een leuk sterretje. Ja, ik had natuurlijk die plaatjes ook al voor de live kunnen knippen. Maar ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben met heel veel dingen bezig. Wat allemaal nog... TZT voor de dag komt. Albums. Andere leuke pakketjes. En ja. Dat komt allemaal nog. Daar zijn we achter de schermen heel druk mee bezig. En op een of andere manier had ik daar gisteren geen tijd meer voor om die plaatjes uit te knippen. Maar goed, het is wel gezellig als jullie erbij zijn. En kunnen jullie even kletsen en dan kan ik even knippen. Was het alvast kerst? Oh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een kerstmens. Ik weet niet. Ik heb daar niks mee. Ik weet niet. Soms vind ik het wel gezellig en soms denk ik van, moh, laat maar. Even zien, dan had ik nog een leuke tekst. Kerst ergens liggen. Waar zag ik die? Die staat ook op zo'n knipvel. Oh, deze kant. Xmas zag ik staan. Dat is ook wel een hele leuke. Ik vind altijd kerst... ja, dan moet je al die zooi aanhalen. Je kerstboom versieren. En dan moet je al die zooi weer opruimen als het voorbij is. Nou, ik weet niet. Ik ben niet echt een... ik weet niet. Soms dan denk ik van, ja, het is wel leuk. Als er een keer staat, vind ik het ook wel mooi. Maar ja, voordat er alles staat. Ja, als iemand aan de deur belt, dat is heel jammer dan. Ik ben er niet. En als het een pakketje is, dan zetten ze het maar achter het huis. Hoop ik tenminste dat ze dat nu gaan doen. Nou, komt nog niks. Oh, ja, toch. Ja, dus ik zie dat het pakketje is geland. Dus daar hoef ik niet meer achteraan. Even kijken. Nou, dan heb ik hier dus die sisal achtergeplakt. Dus daar doe ik nou even een dotje lijm achter uit mijn lijmpistool, dat het mooi blijft zitten. Het wordt inderdaad een rare kerst, Roelie. Ja, daar ben ik ook bang voor. Ik vind het sowieso al een hele rare tijd. Het hele corona gebeuren houdt ons toch allemaal wel bezig. Nou, ik heb nu nog een beetje fluffy stuffy. Dat is een heel leuk goedje. Dat doe ik hier een beetje onderaan. En misschien kennen jullie het al wel, hebben we al heel lang. Fluffy Stuff is een vloeibare sneeuwpoeder. Laat ik het zo maar zeggen. Sneeuw, gel-achtig iets. En dat ga ik verhitten. En dan gaat het heel mooi opschuimen.
Fluffy Stuff heet het, van Cosmic Shimmer. Maar ik begrepen heb, hebben we de laatste Fluffy Stuffs nog op de kop kunnen tikken. Als ik het ga verhitten, dan kun je wel zien, dan komt het, ja, dan gaat het schuimen. Ik weet niet of het te zien is. En dan is het net of het echt, ja, echte sneeuw is. Nou, volgens mij kan ik ook weer aan de knutsel. Want het pakketje wat ik zo zie lijkt dat hij van Hobby Fishen is. Hoe erg. Ik ben al een hele tijd niet in de winkel. Dus af en toe wordt er ook wat voor mij bezorgd in plaats van dat ik het meeneem. Nou, Fluffy Stuffy. Dan pak ik nog even wat, ja, hoe noem je dat touw? Van het juttetouw. Maak ik hele kleine strikjes. Dus ik maak 2 kleine konijnenoortjes en die strik ik in elkaar. Gaat die nog steeds goed, Paula? Ben ik niks vergeten? Kijk, zo heb ik een heel klein strikje. En die ga ik aan de bolletjes plakken. Ik doe dat gewoon met mijn lijmpistool door zo'n gaatje. Blijft meteen het balletje beter vast. Dus 2 hele kleine ja, Yvonne, ik weet heel goed wat je voelt. Ook daarom is hier de kerst een beetje vreemd nog. Het is hier nu, even zien, oktober was het 2 jaar geleden dat mijn vader ja, plotseling overleed. Totaal onverwachts. En dan ja, wordt het echt wel anders hoor. Althans, dat merk ik wel. Wij wonen er ook nog naast. We hebben een 2-onder-1-kap, zeg maar. Dus, en aan de ene kant wonen mijn ouders en aan de andere kant wonen wij. Dus we waren ook heel veel bij elkaar. Dus vandaar dat ik ook mijn moeder nu eten breng. En dat ik dus die borden kwijt was. Maar goed. We moeten er doorheen, zeggen ze dan. Maar dat gaat nog niet 1, 2, 3. Dat weet ik wel. Nou, even een ander onderwerp. Anders ga ik nog huilen ook nog. Moet niet hebben. Nou, de balletjes heb ik dus voorzien van strikjes, van juttetouw, vond ik wel leuk. De binnenkant, daar ga ik nog een beetje witte gesso op zetten. Vind ik wel leuk. Beetje winters. Ja, ik kan er ook die fluffy stuff wel op doen. Dat is misschien ook wel leuk, maar ik ga toch even nog wat witte gesso erbij doen. Altijd grappig. Even weer een dekseltje. Even lekker langs de randjes kliederen. En dan vind ik dan met dat fluffy stuffy niet zo mooi om te doen. Ik vouw hem even andersom. Dan ga ik ook iets door de binnenkant. En dan hebben we nog de pocket met de label. Klein beetje op die strikjes. Even zien. Daar nog een klein beetje. Dan een beetje op de label. Had ik natuurlijk ook voor die tijd kunnen doen. Maar goed. Doen we gewoon nu even. Niet naar kijken. Gewoon opkliederen. En dan ga ik de label zelf. Dan ga ik ook nog even een leuk een stukje touw aandoen. Ik haal hem er aan de achterkant doorheen naar voren. En dan
de lus trek ik de twee touwtjes doorheen. Een stukje eraf. En dan ga ik op de label ook nog een klein tekstje plakken. Nee, die niet. Wonderful, wonderful wishes. Hoop ik dat het past. Ken het? Even kijken. De zijkantjes eraf en dan past die er precies op. Wonderful, wonderful wishes. Nou, ook dit doe ik weer compleet voorzien van lijm. Je kan het ook met lijm van Nuvo, je kan het met lijmspray, je kan het met Liquitex, je kan het met matte gel, wat je maar in huis hebt. Daar kan je heel mooi vellum mee plakken, zonder dat dus alle lijm aan de voorkant te zien is. Nou, dan ben ik mijn dopje weer eens kwijt. Handig. Dot. Ik leg hem net hier neer en nu is die weg. Nou, zien we straks wel weer. Even de kaarten weer bij. Oh, er zit wel een hele klodder. Oh, ik heb de fluffy niet allemaal gehad. Ach jeetje, er zit nog een stukje fluffy. Dan gaan we die nog even blazen. En dan bolt hij nog weer mooi op. Ik zat met de vingers in de fluffy stuffy. Nou, de wonderful, wonderful wishes, die schuiven we erin. En dan kan je hem natuurlijk nog veel voller plakken. Wat je maar wil. Maar ik heb in elk geval laten zien hoe je de kaart van Paula kan maken. Ik hou hem er nog even bij. Kijk, hij is natuurlijk heel anders doordat het designpapier ook al anders is. Hier zit nog een stukje wondgaas onder, zie ik. En de basis is wit. En mijn basis is kraft. En van mijn vorige was de basis ook kraft. En zo kan je dus heel veel modelletjes en soorten en maten en kleuren maken. En niet alleen kerst. Je kan het natuurlijk ook in voor kinderen met leuke speeldingetjes daarin. Of andere glittertjes of noem maar op. Dit was het. Ik hoop Paula dat ik het goed heb gedaan. En de pakketjes en alles staat dus bij Facebook Live. Bij de datum van vandaag, de 3 november. En dan mijn live uitzending. Vanmiddag is Janine er dus weer met de nieuwe spullen. Dus kijken op eigen risico. Verder ben ik er woensdagavond weer. En dan ga ik aan de gang met de mooie stempels van D-Line. D-Line Designs. Ook weer een hele leuke serie. Ik wens jullie in elk geval vandaag een fijne dag verder. En graag tot vanmiddag en anders tot morgen. Dag allemaal!